Ik ben Marjolein, 33 jaar en ik woon in Naarden en ik werk in het filiaal Alsmeer. Loyaal en een teamplayer. Althans, ja, zo zie ik het zelf. Ik ben verkoopadviseur en ik ben verantwoordelijk voor de nieuwe auto's en de occasions hier te verkopen. En daarnaast ook het klantcontact, een stukje service wat erbij komt bij het aanschaffen van een nieuwe auto. Ik ben nu 2,5 jaar werkzaam bij Jans van Kouwen. En ik ben aangenomen via Opel Nederland, via Jade-programma. Daarbij hebben ze een aantal vrouwen gevraagd om te gaan werken bij Opel als verkopers. Daar hebben ze 13 vrouwen aangenomen en die zijn in een traject terechtgekomen en geplaatst bij een aantal Opel dealers, waaronder ik bij Jansen van Kouwen. We hebben daarnaast een jaar opleiding gekregen en die heb ik succesvol afgerond. Nou, mijn favoriete hobby, dat wandelen met de hond. Ik heb thuis een hond waar ik graag mee wandel. Maar daarnaast, nu in deze tijd, is het een beetje lastig. Een terrasje pakken of winkelen, dat is moeilijk. Maar dat zijn wel de dingen die ik leuk vind en graag doe. De leukste kant van mijn beroep zijn het sociale, het klantgerichte. Klanten informeren, adviseren, meedenken. Het verkopen is daarvan leuk, maar zeker daarbij ook de service en het afleveren, zodat de klant weet wat hij aanschaft. Gezamenlijk met de verkopers die we hier hebben. We halen boodschapjes in de supermarkt zodat we met elkaar kunnen lunchen. 1 of 2 keer in de week halen we wat boodschapjes en hebben we brood en beleg. En dat is een half uurtje erg gezellig. Ik heb voor dit beroep gekozen omdat ik hiervoor ook al in de verkoop zat. Toen kreeg ik de aanbieding via de Jade-campagne. Dat ze dus naar vrouwelijke verkopers op zoek waren. En ik dacht, ja, dit is wat voor mij. Zeker met het traject van het opleidingstraject die erbij zat. Vond ik het heel erg passend bij mij, omdat ik servicegericht ben. En daarnaast komt dan het stukje verkoop erbij. Met wie ik het laatst contact heb gehad is met Suus. Dat is onze telefoniste. Wanneer we weer met z'n tweetjes naar de kringloop gaan. Of lekker met de honden gaan lopen in het bos. Wat mij motiveert is positiviteit en blije en enthousiaste mensen. Of een probleem oplossen, mocht die er zijn. Als ik moet kiezen tussen een jaar geen tv of een jaar geen snacks, dan kies ik voor een jaar geen snacks. Want tv kijken, series kijken, heerlijk. Wat er op mijn bucketlist staat, dat is reizen. En ik en mijn partner zijn gek op reizen naar Azië, Indonesië. En dat proberen we ieder jaar te doen. Helaas is het met de corona wat lastig. Maar dat staat op mijn bucketlist. Ja. De meeste taken en werkzaamheden die mij het meest energie geven, dat is de aflevering. Dat is waar ik het meest gelukkig van word. Dan is iedereen blij, iedereen enthousiast. Dan is de onderhandeling geweest. En is iedereen blij met de aanschaf van zijn nieuwe auto. Ik ben gek op autorijden. En dat is het voordeel van mijn functie, dat ik continu een andere auto heb. Ik vind het heerlijk. Ja, ik zit graag op de weg. Mijn voorkeur voor als favoriete Opel, dat is toch wel de Corsa. Elektrisch, want die zoeft over de weg. Dat is een heerlijk gevoel. Maar de nieuwe Mokka is ook wel heel erg aantrekkelijk. Ja.
Ik heb geen idee hoeveel stappen ik op een dag zet. Ik heb wel een Apple Watch, maar ik hou het niet goed bij. Maar ik denk een hele hoop hier op een dag. We hebben hier achter een groot terrein in Aalsmeer. Dus we maken heel wat stapjes. Tips die ik aan iemand wil meegeven om dit werk te doen, is vooral bij jezelf te blijven. En doe het zoals jij jezelf soms ook ziet als klant, zoals je behandeld wil worden. Ik denk dat als jij iemand behandelt zoals je zelf ook behandeld wil worden, dat je daar het meest verre mee komt in dit vak. Jansen van Kouwen is klantvriendelijk, behulpzaam en heel erg persoonlijk.